verstaanbaar ben. Ik heb net sinds gisteren mijn stem weer terug, dus daar ben ik heel blij mee. Ik vind het wel een bijzondere ochtend vanochtend, want we gaan voor het eerst het kinderorkest Krokele Dopers beluisteren. Ze hebben ontzettend hun best gedaan. We hebben veel geoefend, veel gezongen, veel gespeeld. En ja, ze zijn er klaar voor. Ze hebben zich goed voorbereid, mooi aangekleed. Dus het is gewoon tijd om het feest te starten. We beginnen zo meteen zonder de viool. We gaan eerst even de liedjes zingen zoals we die in de les doen. Want een vioolles van 3 kwartier, dat is voor kinderen van 4, 5, 6 jaar niet te doen. Het is gewoon veel te lang. Dus we zingen, we bewegen, af en toe even praten. Dat er nieuwe schoenen gekocht zijn of een nieuw elastiekje in het haar. Dat moet ook even verteld worden. Of weer een tand eruit. Allemaal hele belangrijke dingen. En verder spelen we natuurlijk ook viool. Dat laten we uiteraard ook horen. We beginnen met 2 liedjes. En er is ook een van de liedjes, daar is ook het orkest naar genoemd. Krokele Dopers. En daarna zingen ze De Brandweer. En daar gaan we nu mee beginnen. Nou, dus ik ga even bij de vleugel staan. Nou, zwaai even naar alle papa's en mama's. Ja, dan zie je even waar ze allemaal zijn. Hè? We gaan maar zo staan dat jullie goed gehoord kunnen worden. Hè? Dus je gaat die kant op zoeken naar die papa's en mama's en opa's en oma's. Die kant. Ja. Loes is er ook, weet je nog van gisteren? Toen hebben jullie zo mooi voor Loes gezongen. Nou, dan gaan we naar die kant op zoeken. Dus gaan we die kant op zoeken. Waar is Loes? Kijk maar. Ja, Sam zingt het ook niet. Ik heb het ook niet. Zingen? Oh, zingen. Thank you.